Yo guys, van kanaal, ik ben Ankel wel. Deze video van mini en verder in de vorige aflevering vertelde ik jullie, daar ben ik mee en oh ja, dat zaten we in Deadrun en nu zitten wij in Geocraft. En ja, in de tweede fase zijn die ook geweest en toen was er niet heel veel veranderd, maar nu is er wel veel veranderd. Het is nu eerste paasdag, voor mij dan nu, maar voor jullie is het nu 18 april. En hier de NOS, nou, die hebben we, die grote, volgens mij is dit het RTL gebouw, dit, ja dit. Dit is het RTL gebouw. Dit is, noem het ook alweer? Ja, weet niet meer. Buiraden? Geen idee. En volgens mij staat hier ook ergens Avro. De Avrotros. Wat zit volgens mij hier? En waar zit hier? Dus dan moet het dit gebouw zijn hier ook. Wacht even mensen. Zo. Nou, hier hebben we de ja, NOS. En hier hebben we de radio. Nee, hoe noemen we dit ook weer? Het radiohuis. Ja, het radiohuis. Dat zit er boven. Hier hebben we Max. Omroep Max Zweder. Zweden. Hier hebben we de ingang natuurlijk. Is hem al dichtgegooid. Geen oudjes meer, niemand. dit is ja, ik ben hier ooit geweest omdat de open studiedag was hier. Ik weet niet meer wat het is. Dit is ook iets. En voor de rest, ja, en dit is het beeld en geluid centrum. We gaan even in een andere server. En even kijken, welke server kunnen we doen? Let's do that naar Sprookjescraft. Gewoon even naar Sprookjescraft. Wat staat hier? Momenteel bevinden we in de lobby van Sprookjescraft. Handig in, maar in deze lobby hebben medewerkers geen vliegerecht en een paar keer voor bezoekers. Gehoopt tussen 8:30 tot 12:00 is s'nacht. SC minigames zijn altijd geopend. Gebruik SC Connect voor muziek in het park. In lobby minigames gelden in dezelfde regel als in de put park. Oh, ik dacht dat put stond. Event. Nou, even kijken. Ja, je hebt natuurlijk ook een serie van Sprookjescraft in met Milan Knol en Don en andere mensen. Minigames, even kijken. Even kijken. Oh, kijk eens aan. Hier hebben we een mooie ingang richting een put. Parkhoer. Oh. Wat loopt het heen? Loopt nergens heen zeker. Nee. Er is momenteel geen server beschikbaar. Probeer het later nog eens. Godverdomme. nee. Even kijken, minigames. We gaan wel even naar het hoofd. Wat? Wat gebeurt daar? Ja. Nou, even alles installeren. Lag. Zitten we in een park en hier draait het allemaal om, hè? Sprookjescraft, oftewel de Efteling. Ik dacht dat de Efteling dicht was, ja, de Efteling is natuurlijk dicht, dat weten heel veel mensen al. We hoorden dinsdag weer in de persconferentie wat de premier Rutte gaat zetten. Wat denk jij dat de premier gaat zeggen? Laat het vooral weten in de
comments. Coca-Cola. Coca-Cola. EHBO. EHBO. Ik moet naar binnen. Lukt niet. Oh. Hier hebben we de trein heeft voorrang. Nou, hallo zeg. Trein tegen me snuffert. Nou, hier hebben we de carousel. Ja. De carousel. Ingang. Oh. Oké. Okay. Nou, dat was een hele spannende rit. Ik vond het hartstikke leuk om hierin te zitten. Ja, heel leuk. We gaan naar een andere attractie. Even kijken, Fata Morg. Even kijken, hebben we ook nog een... Die... Vliegende Hollanden. Ja. Even kijken, waar is de ingang? De ingang. Shit. Jullie zagen het, hè? Minder valiënen. Ingang maximaal 3 begeleiders. Nou. Misbruik maken om mensen die een beperking hebben, dankjewel. Of het is gewoon voor de details overgeschreven. Nou, alsnog vind ik het maar apart. Ja, mijn mening. Misschien vinden andere mensen dat niet. Beetje ongepast, mensen. Die mensen hebben ook een... Waarom kan ik hier weer niet door? Domme. Verdorie. Kan ik hier nog door? Heb ik nog net geprobeerd, maar volgens mij ben ik verkeerd gegaan. Of nee? Nee, hier is die ingang. Verdomd. jongen, kan ik weer lopen? Ja. Waarschijnlijk moet ik deze kant op. Vliegen de Hollanden. Oké, en dan hier langs. Yes. Dit is hem. Dat hoop ik. Nee. Ja, hallo, Vliegen de Hollanden gesloten. Wat laat daar nou weer op? Fata Morgana. Even kijken hoor. Fata Morgana, dat is daar. Duf. Ik ben al heel wat aan die mensen halen geweest sinds 2007. Maar ja, ik boeit Efteling niet echt heel veel. gaan we hier weer langs? Gaan we hier langs? Dat loopt ook weer door, verdomme. Verdorie. Oh lol. Ik druk op de knop. Dikke lijk, jezus. Duurt te lang. Ik ga best wel snel. Ik wacht. En dan komt ook nog een dokter. Wat is dit traag? Ik ga eruit. Mensen, dit was de aflevering. Bedankt voor het kijken. Laat ook een duim achter. Abonneer op het kanaal hier beneden. Ik zie jou tof voor deze nieuwe video van Spreuken. Nee, Mingen spelen. Doeg!